Ergens in de Alpen. En, agent beleefd, je maakt dus deel uit van ons spionnenuitwisselingsprogramma met Canada. Probeer mijn naam niet te vaak te zeggen. Ik wil incognito reizen. Incognito? Maar je bent in de Alpen. Wat heb je daar bij je? Ik heb iets heel belangrijks uit een smelly vuilnisemmer gehaald. Die Nelly laat blijkbaar haar vuilnisbakken overal slingeren. Dit wordt afgezaagd. Nee, niet Nelly. Smelly. Van samenraapsel, van miserabele, enge, liegende, luidruchtige juppies. Tuurlijk, onze bozaardige vijand. Spyfox. Breng deze vuilniszak naar het spionnenhoofdkwartier. Nee, ik heb een beter idee. Ik breng deze vuilniszak naar het hoofdkwartier van Spionkop. En neem dit spionnenspulletje van professor Kwak maar mee. Het kan nog goed van pas komen. Wat is dat? Gedroogde skis. In dit pulletje zitten skis. Je hoeft alleen maar water toe te voegen. Wat moet ik in godsnaam met skis aanvangen? Ik zoek informatie, geen ontspanning. Je zal ze nodig hebben om te ontkomen aan die slechterikken. Succes, Spyfox. Slechterikken? Heb je water? Ik moet hier weg. Dit zou een goede schuilplaats zijn, maar ik moet deze zak naar het hoofdkwartier van Spionkop brengen. Dat is een emmer water. Even geduld, alsjeblieft. Hoeveel de missie, Spyfox? Ik heb een belangrijk spoor dat ik je wil doorspelen. Waarop wacht je? Je bent toch niet ingesloten door een paar bullebakken? Precies. Vergeet niet dat je misschien een spionnenspulletje hebt dat je uit de puree kan helpen. Vergeet de puree. Uit deze skihut zou beter zijn. Absoluut. Gaat primaat uit. Hier blijven rondhangen is tijdverspilling. Ik moet deze zak naar het hoofdkwartier van Spionkop brengen. Hierin bewaar ik mijn spionnenspullen. Water, doe je best. De gedroogde skis zijn weer normaal. Voeten, laat me niet in de steek. Skis bedoel ik. Ik vraag me af welke kant ik op moet. Ik vraag me af welke kant ik op moet. Ik wed dat ik met mijn Olympische skikunsten langs die bullebakken kan skiën. Waar moet ik naartoe gaan?
Heb je me gemist, baas? Je hebt de vuilniszak dus geanalyseerd. Wat heb je gevonden? Het is een bouwdoos voor een gemene robot met als schaal 1 op 1000. Op de zijkant staat robotknop. Wat een mooi woord. Dat zou uitstekend passen in de titel van een van mijn avonturen. Er staat een adres op. Aan Le Cac Gélac, Château Le Cac Gélac, Wereldexpo. In de doos zitten de montage-instructies. Neem die maar mee, Spy Fox. Wow, je leert veel bij door te lezen. Als Melly erbij betrokken is, voorspelt dat weinig goeds. Ga eens op die expo kijken. Katprimaat en Kwak hebben het mobiele commandocentrum al opgesteld. Ik ben al weg, baas. Spy Fox, gaat het? Alles zit nog in de plooi, Katprimaat. We zijn dus iets belangrijks op het spoor. Ja, ik denk dat Smelly apenstreken wil uithalen, Katprimaat. En jij, ik en professor Kwak moeten dit tot op het bot uitzoeken. Wel, jij en ik toch, Katprimaat? Ik heb de montage-instructies uit de vuilnisbak van Smelly meegebracht. Hoe weet jij dat die vuilnisbak van Nelly is, Spy Fox? Nee, Katprimaat, niet Nelly. Smelly. Zoals in samenraapsel van miserabele, enge, liegende, luidruchtige juppies. Onze bozaardige vijand. Laat die montage-instructies maar hier. Je kan er naar kijken als je in het mobiele commandocentrum bent. Denk erom, je kan me altijd bereiken via je spionklok. Kijk eens naar de spionnenspulautomaat, Spy Fox. Die zit vol nieuwe gadgets die je kan uitproberen. Er zitten zeker een paar nuttige bij. Bedankt, zeg. Ik moet aan de slag en die Le Cac Gélac een bezoekje brengen in Château Le Cac Gélac en uitvissen wat hij in zijn schild voert. De vingerafdrukkopieerder gereedschapsset. Hoe werkt dit, professor Kwak? Dit is om van te smullen, Spy Fox. Leg de vork die de vingerafdrukken stuurt op het bord van je doelwit. Als die begint te eten, verschijnt zijn vingerafdruk op de lepel die de vingerafdrukken ontvangt. Dit is een van je beste spionnenspulletjes ooit, professor Kwak. Ik wil een bijpassend zout- en pepervaatje maken. Als ik deze eens mengde met een beetje geitenmelk. Oh nee, laat maar. De superzuiger. Hoe werkt het? Maak de handige slang vast en druk op zuigen om de deeltjes in de handige rijstas te zuigen. Of druk op blazen om de deeltjes uit de rijstas en door de slang te blazen. En alles gebeurt muisstil. Vernuftig, professor Kwak. Ik zou die liever tussen twee boterhammen leggen, maar als de plicht roept... Dat is de vingerafdrukkopieerder gereedschapsset. Dat is de superzuiger. Spionhitte, dit ziet er heet spul uit. Hoe werkt dit spionnenspulletje, professor Kwak? Op dit spionnenspulletje ben ik apetrots. Je kan het bijvoorbeeld op een thermometer spuiten en de temperatuur voor je ogen zien stijgen. Dit spionnenspulletje is tegen alles opgewassen. Zeg dat wel. Goed, dit spionnenspulletje is tegen alles opgewassen. Licht op de tong en zwaar op de maag.
dat is de spionhitte. Die zijn vast cool. Spionschaatsen. Die zien er fraai uit, professor Kwak. Hoe werken ze? Ik ben dol op de sierlijkheid en schoonheid van figuurschaatsen. Maar door mijn spionagewerk had ik geen tijd om jaren te trainen. Dus heb ik deze gecreëerd. Doe ze aan en stop er een diagram in van de schaatsfiguur die je wil uitvoeren. En voilà, de schaatsen voeren het figuur perfect uit met jou erin. Die kunnen je helpen de slechterikken in de ijskast te bergen. Juist, Spyfox. Ik vind die blauwdrukken met blauwe bessensmaak leuk. Dat zijn de spionschaatsen. Neem me niet kwalijk, meneer. Wat is het probleem? Ik wil geen slecht nieuws brengen. Maar helaas kan ik je niet via de dienstingang naar binnen laten. Sorry, maar vandaag mag ik alleen kassabediendes met een identiteitskaart binnenlaten. Kijk maar, er staat kassabediende en een bijpassende foto op. Ik ben mijn identiteitskaart kwijt. Kan je me binnenlaten zonder? Ik leef met je mee, meneer. Echt waar. Maar jammer genoeg. Ik moet aan de juiste identiteitskaart zien te komen. Een gratis fotohokje. Een van de vele geneugten in het leven. Verander achtergrond. Als ik op de pijlen van verander achtergrond druk, verandert de achtergrond van de foto. Tandarts. Frankrijk. Arena. Geen. Tandarts. Frankrijk. Verander kleren. Als ik op de pijlen van verander kleren druk, veranderen de kleren die ik draag op de foto. Afwasser. Visser. Borstelaar. Serveerster. Golfer. Toerist. Kassabediende. Clown. Ballerina. Jockey. Golf. Toerist. Kassa bediende. Dat ziet er geweldig uit. Kaat Primaat, heb je je al afgevraagd hoe ze die scheepjes in die flessen krijgen? Ja, ze gebruiken werkmieren. Kwak, weet je waar je lekkere pizza kan eten? Vast aan tafel. Wauw, dat is een toffe machine. Is dat zo'n nieuw spionnenspulletje dat je laat zien hoe je er over 50 jaar zal uitzien? Het is een identiteitsmaker, die ik zelf bedacht heb natuurlijk. Je maakt er identiteitskaarten mee. Fascinerend. Hoe werkt het? Je stopt je foto erin, kiest een beroep en een naam naar keuze en dan druk je op de knop verwerken. En dan komt er een kant-en-klare identiteitskaart uit. Professor, je bent geweldig. Wat als ik een identiteitskaart maak, maar me plotseling bedenk en een andere wil maken? En als de identiteitskaart je niet bevalt, maak je toch gewoon een andere? Vul een andere naam in, een beroep. Stop er een nieuwe foto in en druk opnieuw op de knop verwerken.
dat klinkt leuk. Alleen geheim agenten mogen valse identiteitskaarten maken. En alleen als ze bezig zijn met een zaak. Precies. Ziezo, nu kan ik een identiteitskaart maken. Muriel. Filip. Rudy. Mathilde. George. Reginald. Maurice. Jan. Nancy. Professionele bowler. Astronaut. Afwasser. Jockey. Helikopterpiloot. Kassabediende. Journalist. Ballerina. Bandleider. Serveerst. Prof. Af. Af. Zok. Heli. Kassabediende. Professor Kwak's machine werkt perfect. Mijn identiteitskaart is klaar. Ik verwacht dat dit van pas zal komen. Alsjeblieft, meneer. Eén identiteitskaart van een kassabediende. Hemeltje, ik ben zo blij dat je ze gevonden hebt. Laat me raden, ze zat in je andere broek, hè? Inderdaad, je bent vast helderziende. Sorry, maar ik moet aan het werk. Ze hebben me nodig in het restaurant. Oh, ik begrijp het. Ik zal je niet langer ophouden. Ik zal je identiteitskaart bij me houden, Nancy. Ga zo door. Nog een spectaculaire dag. En als ik je morgen niet zie... Roer, roer, roer! Roer, roer, roeren! Roer, roer, roeren! Er is iemand in de keuken bij Dina, bij Dina, bij Dina. Welke taart zou je bakken voor een honkbalteam? Slagroomtaart natuurlijk. Er is iemand in de keuken bij Dina, bij Dina, bij Dina. Wat is de grootste uitdaging aan kok zijn? Je overal inmengen. Roer, roer, roer. Ah, Napoleon de Kakrilak. Ik had het kunnen weten dat je je aangesloten hebt bij Smelly. Spionkop heeft de Spyfox gestuurd om mijn plannen voor de wereldheerschappij te dwarsbomen. Wereldheerschappij? Tuurlijk. Ah, aangezien jij een van de weinigen bent die mijn genialiteit kan begrijpen, zal ik mijn plan helemaal uit de doeken doen. Ik heb de schaal van de montage-instructies van de gemene robohond omgekeerd. Ik heb een gemene robohond gemaakt met schaal 1000 op 1 die het ook echt doet. En waar wil je zo'n monster verstoppen? Dwaze spion, je staat erin! Tuurlijk, je hebt de gemene robohond vermomd als aandachttrekker van de Wereldexpo. Met een draaiend restaurant en al. Je moet toch ergens je boterham mee verdienen, hè? Kijk hoe ik de wereldheerschappij zal bereiken. De mensen die kaartjes kopen beseffen niet dat als ze door het draaihek lopen, ongewild het geavanceerde opwindmechanisme in de gemene robohond opwinden. Als de miljoenste bezoeker gepasseerd is, zal de volledig opgewonden robohond overal vernieling zaaien.
ik de robohond losgelaten heb, zullen alle wereldleiders om genade smeken. Hij is onhoudbaar. Hij kan niet uitgezet worden, want hij heeft geen uitknop. Ja, ik heb de uitknop verwijderd en heb ergens in de Wereldexpo verstopt. Zo slim en subtiel dat je hem nooit zal vinden. Dat denk jij, Le Cacrelac. Als je de uitknop vindt, moet je nog altijd de activeringscode intoetsen om de knop uit te zetten. En als je de uitknop en activeringscode hebt, kom je nooit voorbij het duivels slimme veiligheidssysteem in de Achilleshiel van de gemene robohond. Dat de enige toegang is tot het binnenste van de robohond. Het is hopeloos, monsieur Le Fox. Je kan me niet verslaan. Dit zal je nooit lukken, Le Cacrelac. Oh, toch wel? En nu, monsieur Spy Fox, adieu. Aan die monsterachtige metalen maaltanden te zien, zit ik gevangen in de robohondse muil. Wat vernederend. Ik moet uit deze cel zien te komen, zodat ik die duivelse Le Cacrelac kan tegenhouden. Kon ik maar door die tanden bij de brandladder komen. Met dit tekstballonnetje kan ik informatie inwinnen over Le Cacrelac. Le Cacrelac's bullebakken hebben de montage-instructies niet goed gevolgd. Ze zijn een paar radertjes vergeten. Dit radertje past hier ergens op. Dit radertje is te groot. Waar zou dit radertje horen? Dit radertje is te groot. Het is gelukt. Zoals ze zeggen, je moet blijven doorbijten. Ik ben op het nippertje ontsnapt. Nu moet ik Le Cacrelac en zijn snode plannen voor de wereldheerschappij dwarsbomen. Mijn spionklok piept. Ik kan maar beter antwoorden. Even geduld, alsjeblieft. Spy Fox, agent Hector Investigator heeft een microvisboodschap onderschept van Daisy Drup. Waar komt die vandaan? Die lijkt te komen van een tentoonstelling die Minimarkt heet. Minimarkt, hè? Klinkt stom. De boodschap is gestoord en Hector Investigator moet dichterbij gaan om ze te kunnen horen. Je kan hem ophalen in het mobiele commandocentrum. Apropos, ik heb Napoleon Le Cacrelac zijn snode plannetjes opgenomen op mijn spionklok. Ik zend je het plan met mijn spionklok. Ik popel om het te horen. Gaat primaat uit. Is dit het plantenparadijs? Inderdaad, liefje. Ik ben Lieve, het beheerd beestje van het plantenparadijs. De licht geïrriteerde eigenares van het plantenparadijs. In plaats van de mooie rode roos die ik besteld had, heeft Napoleon Le Cacrelac me een gemuteerde venusvliegenvanger gestuurd. Het is wel een mooie kooi. Het is een gesloten kooi waarvan ik de combinatie niet heb. En deze venusvliegenvanger heeft bovendien iets in zijn bek. Interessant. Het is de uitknop. Wat duivels van Le Cacrelac om die aan een gemuteerde venusvliegenvanger te voeren. Ik moet hem hier weghalen en een roos zoeken voor Lieve, het beheersbeestje van het plantenparadijs. Geen gemakkelijke klus.
Met dit tekstballonnetje kan ik informatie inwinnen over een rood voor Lieve, het beheersbeestje van het plantenparadijs. Ik kan maar beter even op mijn spionklok kijken. Even geduld, alsjeblieft. Spy Fox, een informant heeft een goede tip over de uitknop en wacht op je in de tentoonstelling Eten van de Toekomst. Vraag naar de geconfijte appel. De geconfijte appel. Begrepen. Bedankt. Kaat Primaat uit. Spy Fox uit. Appels worden geassocieerd met wijsheid. Vind jij het niet tof als ze zo knakker de knak doen? Nog iets? Ik vind het zalig als ze knakker de knak doen. Dat is dus mijn contactpersoon. Briljante vermomming. Een geconfijte appel graag. Komt eraan, meneer. Bij Eten van de Toekomst zit al het eten op een stokje. Zo kunt u lievelingseten eten zonder mes of vork. En zonder uw bezigheden te onderbreken, alstublieft, een gratis geconfijte appel op een stokje. Nou, ik heb de geconfijte appel. Goed, hè? Ja, maar ik bedoel dat ik de geconfijte appel in mijn bezit heb. Maar enige geconfijte appel per klant. Gaat u nu maar amuseren op de expo, zoeteke. Misschien moet ik terugkomen als er minder mensen zijn. Ach, deze geconfijte appel ziet er lekker uit. Pas toch op, wil je mij soms een hartaanval bezorgen? Ah, Lenny, jij bent mijn oogappel. Welke informatie heb je voor mij? Dag Spy Fox, luister goed. Het krioeltje van de spionnen, dus niet naar mij kijken. Op die plat staat alle informatie die je nodig hebt. Dit is te klein om te lezen. Wat wil je van me? Ik heb het met mijn tanden geschreven. Ik moet er nu vandoor. De mensen beginnen te kijken. Gooi me maar in de vuilniscontainer. Jij je zin. Het gaat wel. Red de missie, gered de kan. Er staat Eten van de Toekomst. Jongens, het is spaghetti op een stokje. Haal het vandaag nog. Nieuw van de kus. Vet op een stokje. In vier heerlijke smaken. Spek met eieren. Kiwi varkensvlees. Maïs met room en kool. En vet met vetsmaak. Jankes kan werkelijk alles. Zou je het niet willen weten, Jimmy? Zou je het niet willen weten? Vet op een stokje.
Filmtijd. Al je lievelingskostjes. Op een stokje. Nu in uw bioscoop. Het ontbijt is klaar. Welkom bij Kloon een Ooi, waar je 2 stuks krijgt, 2 voor de prijs van 1. Stereoschapen. Ik ben Dol en ik ben Lee. Hallo Dolly, fijn dat je weer bent waar je thuis hoort. Heten jullie Dolly? Wat raar. Niet raarder dan een vos die in smoking naar de Wereldexpo gaat. U weet maar nooit wanneer ik naar een etentje moet. Er is iets niet fris aan de vis. Jo, stort je hart maar uit. Ik ben bedroefder dan een mier met een neksteun op een picknick. Vroeger nooit. De manteljauw zwierde en zwaaide met zijn machtige mantel. En dan de finale. Een schot uit het kanon. Klinkt opwindend. Maar op een noodlottige dag. We waren op een zeeaapconventie en mijn assistenten Goudje en Griet bereidden mijn act voor. Iemand stal mijn heldere geluksbril en legde een donkere bril in de plaats. Je bedoelt dus dat je je heldere geluksbril nodig hebt. Heb je wel eens geprobeerd te sturen met een donkere bril op nadat je uit een kanon geschoten bent, makker? De laatste tijd niet, nee. Nou, je ziet het doelwit niet. Wil je me je donkere bril lenen? Ik moet toch iets dragen tijdens mijn act als ik mijn heldere geluksbril niet heb? Hoewel deze zo donker is dat ik constant het doelwit mis. Die boef zette die bril op, ademde op de ademanalysator en de geheime deur ging open. Dat is de geheime deur waarover Lekak Gelak het had, die naar het binnenste van de gemene robohond leidt. Ik moet uitvissen hoe ik binnen kan komen. Dat is de gesloten deur die naar het binnenste van de robohond leidt. Ik moet de code kraken om binnen te komen. Ik zou moeten kunnen zien wat er op dat scherm staat. Nu is het helemaal roze. Deze roze bril kan te pas komen. Volgens dit ding ruikt mijn adem naar toffee, kiwi en pannenkoeken. Hoewel dat een goede combinatie is, kan ik toch niet naar binnen. Ik moet uitvissen wat ik moet eten.
Straks krijg ik hoofdpijn als ik die roze bril constant ophoud op de expo. Aha, deze bril geeft de hele expo een roze gloed. Te gek! Wat hebben we hier? Het is een verrekijker. Ik zie die bullebak in de ontleder ademen. Er verschijnt iets op het scherm. Het ziet eruit als augurkenpastei. Die ademanalysator zoekt het aroma van augurkenpastei. Als ik augurkenpastei eet en in die ademanalysator adem, kan ik in de gemene robohond komen. Met dit tekstballonnetje kan ik informatie inwinnen over het eten voor de ademanalysator augurkenpastei. Jij mag niet naar binnen. Het Wassenbeeldenmuseum is nog niet open, hè? Geloof je me als ik zeg dat ik een eigen televisieprogramma had dat Treed Binnen in het Wassenbeeldenmuseum heette? Ja, maar je mag niet naar binnen. En sta niet voor die thermometer. Ik moet die scherp in de gaten houden. Er staat 25 graden. Wil je geen ommetje maken om je benen te strekken? Ja, maar ik moet hier blijven om de thermometer in de gaten te houden. Als die boven de 25 graden stijgt, dan moet ik de airconditioninghersteller bellen. 25 graden, hè? Deze spion zal de boel even opwarmen met een snuifje van zijn spionhitte. Neem me niet kwalijk, maar de temperatuur is boven de 25 graden gestegen. Oh nee! Ik moet de airconditioninghersteller bellen. Hemeltje, ik zal uren moeten wachten. Die spion heeft de boel wel opgewarmd. Wolfgang Eend, een vernieuwende kok die bekend staat om zijn vindingrijke mix van verse plaatselijke ingrediënten met zijn eigen versie van wat tegenwoordig lekker is. Ik kook graag en ik ben een vindingrijke vals. Kokskleren kunnen van pas komen. Ik kan niet naar binnen. De deur is op slot. Tenzij je monteur bent, moet je van die sleutels afblijven. Dat zijn de sleutels van alle attractions op de Wereldexpo. En ik ben er verantwoordelijk voor. Ik kan goed monteren. Blijf van die sleutels af.
Halt, meneer. Heb je een stempel op je hand? Nee, ik heb er geen. Ik zal je gauw een stempel geven, dan kan je weer binnen in de expo. Alsjeblieft, meneer. Nog een prettige dag. Bedankt. Spyfox, ik heb op je gewacht. Smelly tof ik weer vuile trucjes uit de zak. Hector Investigator, de topzoektor van Spionkop. Fijn om weer met jou samen te werken, Hector. Insgelijks, Spyfox. Maar de vorige keer kreeg ik koorts van een kattenkrab. Oh, juist, sorry. Je hebt dus een boodschap onderschept van deze druk? Inderdaad. Maar ik heb alleen iets gehoord over een uitknop activeringscode. Toen viel het signaal uit. Ik moet deze drip vinden, Spyfox. Dit is vast belangrijk. Het signaal kwam uit een tentoonstelling op de expo die Minimarkt heet. Minimarkt, hè? Daar zal jij je thuis voelen. Spring maar aan boord, Hector. Ik breng je wel naar Minimarkt. Kom voor de melkboer. Bakker. Hé, hey, dat zinnetje zeg ik altijd. Een spionsleutelkopieerder fototoestel. Wat is de sleutel tot dit spionnenspulletje, professor Kwak? Dat is een uniek fototoestel. Het is speciaal gemaakt om sleutels te kopiëren. Maak een foto van de sleutel die je wilt kopiëren en bak die in de oven. De foto krimpt en verhardt in een exacte kopie van de sleutel die je gefotografeerd hebt. Er kan maar één foto tegelijk in. Maar je kan een foto over een foto maken. Als je een verkeerde sleutel gebakken hebt, moet je de sleutel weer in het fototoestel stoppen. Dan verandert hij weer in sleutelfilm. Sorry, wat zei je? Er is heus niks aan. Je moet gewoon richten, fotograferen en bakken. Gelukkig heb ik vezels nodig. Dat is het spionsleutelkopieerder fototoestel. Ik moet de uitknop van de gemene robohond nog zoeken, in de gemene robohond installeren en de uitknop activeringscode van de gemene robohond juist instellen. Het lijkt een zware klus, maar ik ben een taaie spion. Ga maar binnen, Nancy. Roeren, roeren, roeren! Kan je augurkenpastei maken? Ik heb de Franse Ereboogmedaille gewonnen voor mijn augurkenpastei. Ik kan het maken? Nou, ik zou het kunnen maken. Maar ik heb maar één augurk. Kan je er geen maken met maar één augurk? Absoluut niet. In goede augurkenpastei horen precies twee augurken. Neem deze maar mee. En als je er nog één vindt die er precies op lijkt, wil ik met plezier augurkenpastei maken voor jou. Bedankt, chef. Twee augurken, hè? Ik haal ze meteen. Roer, roer, roer! Die Venusvlieggevanger ziet eruit als degene die ik in het plantenparadijs gezien heb. Le Coq Relac heeft duidelijk iets met planten. Weet je dan niet dat misdaad niet loont? Het loont niet echt goed, maar je krijgt een goede ziektekostenverzekering en aandelenopties. Terug naar de gevangenis, Spy Fox, en hou op met ontsnappen. Ik moet duivelse dingen doen. Wat een onwaardige manier voor een supercool geheim agent om zijn entree te maken. Mijn ontsnappingsroute ligt nog altijd open.
klonen ooit? Precies, dat is 1, wil je er 2 klonen maar. Ik heb deze augurk. Val ons niet lastig met je problemen. Hij wil dat we hem klonen, Dol. Hoe dan, Lee? Aan jou de eer. Nee, na jou. Ik sta erop. Nee, na jou. Ik doe het wel. Blijf daar af. Is dat niet geweldig? Ja, maar maakt het ook fijne frietjes? Je ziet direct dat een klant niet zal toehappen, Lee, wat je zegt, Dol. Welke sleutel moet ik fotograferen? Sleutel 3. Ik zie een ster, een cirkel en een driehoek op dit blad. Het is een soort combinatieslot voor deze kooi. Ja, bingo! Ben je gespecialiseerd in Zweedse of sportmassage? Ik ben naar de Jakkesdadoezeer massageschool geweest. Jakkesdadoezeer? Waarom noemen ze die zo? Daarom. Jakkesdadoezeer. Als ik met je klaar ben, voel je je een heel nieuw mens. Waar kan ik een roos vinden? Je ziet er niet uit als iemand die van rozen houdt, liefje. Als ik langs de schaatsbaan loop, ruikt hij naar rozen. Dat is heel nuttig. Bedankt. Daar ga je helemaal van zweven. Wat kan je me vertellen over die trofee? Dat zal ik je maar niet vertellen. Nou, goed dan. Als je... In mijn jeugd trad ik op als de gemaskerde berin. Ik was een beroemde schaatster en maakte elke piste onveilig. Wat vind je het leukst aan deze baan? Afsluiten.
die aardige lieve, het beheersbeestje van het plantenparadijs, zou dolgraag een roos hebben. Mag ik haar één van jouw rozen geven? Sorry, maar ik mag alleen maar een roos geven als een schouder een perfecte, enkelvoudige sneeuwlaars uitvoert. Met dit tekstballonnetje kan ik informatie inwinnen over de enkelvoudige sneeuwlaars schaatsfiguur. Wat weet je over de enkelvoudige sneeuwlaars schaatsfiguur? Je ziet er gespannen uit. Ik zal je masseren. Weet je, Jochie? Ik heb als de gemaskerde berin de enkelvoudige sneeuwlaars gedaan. Die schaatsfiguur staat trouwens met kleurdiagram en al in het laatste nummer van het tweemaandelijks magazine Schaatsvreugde. Kleurdiagram? Oh, mag ik dat houden? Tuurlijk, liefje. Bedankt, zeg. Even geduld, alsjeblieft. Gaat prima, meld je. Hoe gaat het, Spy Fox? Niet. Het vlot niet. Heb je al in je notitieboekje gekeken? Ja, dat zal ik doen. Bedankt, primaat. Graag gedaan, Spy. Gaat primaat uit. Nu ben ik klaar om de figuren te laten zien die ik op de spionnenschaatsschool geleerd heb. Dit moet het hem doen. Ik was zo goed dat er niks meer overblijft van de schaatsen. Ach, ik heb ze toch niet meer nodig. Het is aan gelukt, knul. Die figuur heb ik niet meer gezien sinds Sonja en Beck. Bedankt. Wat een perfecte rode roos. Madame, voldoet deze roos? Dank je, meneer. Ik zal die vreselijke vliegenvanger vervangen door deze prachtige roos. Buikwerk. Ik verlos je wel van die vliegenvanger. Wat beleefd. Je bent duidelijk een goed opgevoede vos. Ja, ik ben gedresseerd. Dank je. Ga maar binnen, Nancy. Hierin bewaar ik mijn spionnenspullen.
Mag ik je oven gebruiken? Het is nogal dringend. Die oven is een ingewikkeld keukenapparaat. Alleen koks mogen die gebruiken en jij ziet er niet uit als een kok. Er is iemand in de keuken bij Dina, bij Dina, bij Dina. Roeren, roeren, roeren! Roeren, roeren, roeren! Oh, neem me niet kwalijk. Ik had je niet zien binnenkomen, chef Wolfgang. Wat een leuke verrassing. Wel, ik was in de buurt en dacht, het is lang geleden sinds ik eten klaargemaakt heb in een enorme mechanische hond. Juist, als medechef mag je gerust mijn keuken gebruiken. Heel aardig van je. Ik denk dat ik... Maar blijf van mijn houten lepels af. De paarse lepels zijn van mij en ik heb ze nodig. Oh, tuurlijk, wat dom van me. Je weet natuurlijk dat te veel meesterkoks de bouillon vergallen. Chef Dina, geloof me, naast jou lijk ik maar een bedrieger. Oh, Wolfgang. Wat ben je toch een grapjas? Je bent veel te goed. Roer, roer, roer! Er is iemand in de keuken bij die... Geweldig! De sleutel gaat er groot in en komt er klein uit. Zoals tante Paul de frikando. Er is iemand in de keuken bij Dina, bij Dina, bij Dina. Alsjeblieft, twee grote sappige augurken. Geweldig! Wat leuk dat je twee identieke gevonden hebt. Ze zijn precies hetzelfde. Misschien zijn ze familie. Het geheim van de fijne keuken is het zorgvuldig mengen van de beste ingrediënten. Hopelijk zullen we dat binnenkort eens kunnen proberen. Voilà! Oh, bedankt! Mijn adem ruikt nu genoeg om langs die elektronische ruiker te komen en in het binnenste van die gemene robohond. Ik laat mijn kokskleren hier hangen, voor het geval ik ze nog nodig heb. Roer, roer, roer! Waar ga jij naartoe? Die tentoonstelling is gesloten. Ik heb een sleutel, hoor. Je mag naar binnen als je een sleutel hebt. Ah, de juiste sleutel. Uitstekend. Zie je wel dat ik een sleutel heb? Dat gat is te klein om erdoor te kruipen. Iemand die veel kleiner is dan ik zal erdoor moeten kruipen. Hupsakee, Hector. Je moet Daisy Drup de microvis zoeken. Je kan op me rekenen, Spy Fox. Deze auto zal me naar het droomhuis brengen. Ik weet dat mijn contactpersoon Daisy Drup in dat droomhuis is. Dit is de enige manier om te reizen. We boeken vooruitgang. Zonde van al die waardevolle zolderruimte.
Je mag niemand trappen, maar in dit geval maak ik een uitzondering. De ijskast is eventjes in de koelkast gestopt. Deze knop opende die deur. Mijn instinct zegt me dat ik micropistoollocatie nader. En de vraag van 1 miljoen is... Wie heeft de inbreekbare tv uitgevonden? Ik kan de bovenste lade openen en sluiten met deze knop. Maar sorteert ze ook mijn sokken? Deze knop opent en sluit de onderste lade. Ik zou de lade met de hand open en dicht doen. Je moet altijd het hoofd koel houden. De film begint om 11 uur. Rond en rond en naar beneden. Dit is Hector Investigator. Eureka! Verbazend, er zit een badkuip in de vloer en ze zit er diep uit. Dat sloot de vloer boven de badkuip. Hector, blij dat je me gevonden hebt. Ik speurde hier in Minimart de eter af naar iets verdachts. Ik heb een smellybericht onderschept dat over een of andere activeringscode gaat. Mijn apparatuur begaf het voor ik jou een spionkop op de hoogte kon brengen. Maar ik denk dat het heel belangrijk is. Daarvan ben ik overtuigd. Maar als het een geheim radiobericht was, hoe weet je dan dat het van Nelly was? Niet Nelly, maar Smelly. Van samenraapsel van miserabele, enge, liegende, luidruchtige juppies. Oh, juist. Onze boosaardige vijand. En hoe gaat het bericht verder? Ik moet het meteen doorsturen naar Spyfox. Tuurlijk! De activeringscode is... appel, kers, druif. Begrepen. Hector Investigator aan Spyfox. Even geduld, alsjeblieft. Antwoord Spyfox. Ik ontvang je luid en duidelijk, Hector. Heb je Daisy Drup gevonden? Ja, ik stuur je met de spionklok de activeringscode die Daisy onderschept heeft. Blijf aan de lijn. Appel, kers, druif. Begrepen, Hector. Buik werk, Daisy. Bedankt, Spyfox. Nu is het aan jou. Succes, Spyfox. Hector Investigator van Spionkop, out. Ik heb de uitknop activeringscode. Die lekakrelak is er geweest. Dan 12 uur in de rij gestaan voor de attractie beroemde Franse gebakjes uit het verleden. Een romig avontuur. Het was het hoogtepunt op de expo. De bewaker wou me niet inlaten omdat ik niet groot genoeg was om door het draaihek te gaan. De andere grotere kinderen lachten me uit. Toen zwoer ik dat ik als laatste zou lachen. Ik lach. Kijk, ik ben degene die lacht. Ja, binnenkort is de gemene robohond helemaal opgewonden. En zonder de uitknop kan niemand verhinderen dat ik alle draaihekken verpletter en de wereld verover. De
Dat is de gesloten deur die naar het binnenste van de robohond leidt. Ik moet de code kraken om binnen te komen. Kijk eens aan. Het is gelukt met augurkenpastei. Nu kan ik komen en gaan wanneer ik wil. De ademanalysator van de kakrelak was niet opgewassen tegen een slimme wereldspion als ik. Ik ben in het hol van de kakkerillaks een gemene hond. Even rondkijken. Moet je ze zien? De idioten beseffen niet dat ze door de Wereldexpo binnen te gaan mijn plannen voor de wereldheerschappij mogelijk maken. Als ze de Wereldexpo binnengaan, passeren ze een draaihek dat een serie raderen onder de toegangspoort doet draaien. Die raderen laten op hun beurt een enorme ondergrondse schroef draaien die onder de Wereldexpo naar de voet loopt van mijn sluw vermomde enorme robohond. Vandaar laten andere raderen de drijfas draaien die op zijn beurt andere raderen laten draaien die de enorme veer opwinden die mijn onhoudbare robohond aandrijft. Als de miljoenste toerist door het draaihek komt, is mijn gemene robohond helemaal opgewonden. En dan? Dan zal ik de robohond loslaten op de nietsvermoedende wereld en die veroveren in naam van Smelly. Oh, le kakkerillak, dat is een goeie. Door mijn verblijf in de robohond zijn buik heb ik last gekregen van mijn maag. Die vlieggevangers lijken bijna precies op die uit het plantenparadijs. Die gemuteerde Venusvliegenvangers zijn dol op vliegen. Daarom heten ze ook vliegenvangers. Het licht verblindt me. Ik moet mijn ogen beschermen. Ik laat hem niet weten dat ik hier ben. Zou ik die laser langer bij de transportband kunnen laten staan, zodat ik die bril kan pakken? Dat laat de transportband sneller lopen. Ik heb de bril. Deze heldere bril staat me goed, maar beschermt me niet tegen dat felle licht. Ik heb een donkere bril nodig. Hmm.
Het openen en sluiten van die deur wordt bestuurd door een vingerafdrukherkenner. Wat zou er gebeuren als... Een foto van Le Coq Hillac. Als ik in die kamer wil komen, moet ik een kopie van Le Coq Hillac zijn vingerafdruk zien te krijgen. Deze is van jou, Manteljauw. Mijn geluksbril. Ik geloof mijn ogen niet. Oh, alles ruikt anders met die bril op. Ziet er anders uit, bedoel je? Nee, ruikt anders. Waar heb je die gevonden? Sorry, hij zat al een tijdje in mijn zak. Mag ik je donkere bril lenen, Manteljauw? Je mag hem zelfs hebben, makker. Ik heb hem niet meer nodig. Maar gebruik hem niet om je uit een kanon te laten schieten. Oh, bedankt. Dat is goed om weten. Neem me niet kwalijk, meneer Jouw. Ik heb geen tijd om handtekeningen uit te delen, makker. Er ontbreekt alleen nog een bordje pannenkoeken. Dat licht is fel, maar deze spion is feller. Daar binnen zitten miljoenen vliegen. Die vliegenvangers moeten hun bek wijd opensperren als de pot tijdens de voertijd opengaat. Die vliegenvangers lijken bijna precies op die uit het plantenparadijs. Dat is een perfect plekje voor deze gemuteerde Venusvliegenvanger. Hier haalt die schurkelijke kak heel laks zijn vliegenvangers dus. Hier komt een kakke heel laks zijn vliegenvanger die hij geleverd heeft in het plantenparadijs vast vandaan. De Venusvliegenvangers eten liever vliegen dan uitknoppen voor enorme gemene robohonden.
ik heb de uitknop. Le Kak Relax, een duivelse plan stort in. Mijn duivelsplan zal binnenkort in vervulling gaan. Ik zal onhoudbaar zijn, want wie of wat kan de aanval van een enorme mechanische robothond afslaan? Mijn ingewikkelde dreigmachine zal over het aardoppervlak marcheren en het opeisen in mijn naam. De mensen zullen mijn naam uitschreeuwen. Le Kak Relak! Le Kak Relak! Le Kak Relak! En ik zal zeggen, ja, wat is er? Alle wereldleiders zullen op hun knieën om genade smeken. Het is best een duivels plan, hè? Waarmee kan ik je helpen, Spy Fox? Ik weet waar ik de uitknop moet installeren, maar ik kom niet voorbij de vingerafdrukherkenner. Wat je ook doet, Spy Fox, ik zal voor je duimen. Ach zo, enorm bedankt, Kaat Primaat. Graag gedaan, Kaat Primaat uit. Ga maar binnen, Nancy. Oh, grutjes, oh hemeltje. Neem me niet kwalijk, maar wat is er aan de hand? Ik kan geen bestek geven bij meneer Le Kak Relax en eten. En hij wordt zo kribbig als hij op zijn eten moet wachten. Je kent het oude gezegde, kribbig begonnen is kribbig gewonnen. Ah, is dat Le Kak Relax en eten? Ja, laarsje aan het spit met bearnaisesaus. De saus is toch niet? Toch wel. Bah, ik word niet goed. Waar zijn die vorken? Alsjeblieft, ik heb altijd een vork bij me voor noodgevallen. Vork? Die heb ik overal gezocht. Ik heb tijdens mijn opleiding geleerd dat je altijd een vork bij je moet hebben. Dankjewel. Ik breng dit laarsje aan het spit met bearnaisesaus naar Napoleon Le Kak Relak voor hij uit zijn slof schiet. Ik zal zo Le Kak Relak zijn vingerafdrukken hebben. Laars aan het spit met bearnaisesaus, mijn lievelingskosje. Stop een laars in je mond vannacht. En als ik eens tot morgen wacht. Dat moet je niet doen, want dan is het schoen. Daar is het. Ik zou niet graag in Le Kak Relax's schoenen willen staan. En ik heb het niet over schoenen om op te eten. Een beetje taai, maar toch lekker. Roeren. Thank you.
even proberen. Zoals het oude liedje zegt, een lepeltje vingerafdruk van de kakrelak halen, één deurtje naar beneden. Er staat activeringscode. Hier moet ik de uitknop activeringscode instellen. Ziezo, dat zal de kakhelak even tegenhouden. Nu moet ik alleen nog de activeringscode van de uitknop instellen. Het is de uitcode voor de gemene robohond. Appel, kers, druif. De uitknop zit op zijn plaats en de activeringscode is juist ingesteld. Eindelijk is de miljoenste klant door het draaihek gegaan. De robohond is nu helemaal klaar. Daar gaan we. Dit voorspelt weinig goed. Kijk, moet op de uitknop duwen. Stoute robohand, zit! Wat? Spyfox? Heb je geroepen? Le kakrelak, het is uit met je duivelse plannetjes. Ik denk het niet. De zon is nog niet onder. Ik moet hem achterna. Die lekakkerelak zal me niet ontsnappen. Wat zou hij nu in zijn schild voeren? Die Spyfox is een wijsneus. Ik moet nog één ding doen voor ik ontsnappen via deze rioolpijp. Dit computerprogramma zet een miljoen broodroosters aan die verstopt zijn in de robohond. De broodroosters zullen tegelijkertijd een miljoen stuks toast verbranden. De expo zal 10 maanden lang in een enorme donkere wolk gehuld zijn. Net zoals Brussel en Amsterdam. Oh nee! Er zit een bug in dit programma. Ach! Ik moet mijn variabelen controleren en alle weggelopen pixels opsporen. Dit zal die geniepigele kakkerelak niet lukken. Niet als Spyfox hem op de hielen zit. Die hoersleutel kan te pas komen. Ik moet het glas breken om hem te pakken. Au! Ik moet iets anders zoeken dan een schouder om dat glas te breken. Er staat naar Fiji. Le kakrelak zal daar naartoe vluchten. Ik moet die pijpen omleiden. Dit rioolsysteem sluit aan op de spionnennor. Le kakrelak, je dagen als duivelse wereldveroverende gek zijn geteld. Dat heeft die pijp laten bewegen. Thank you.
Cheerio, wij blijven naar de spionnennoord. Deze hamer ziet er interessant uit. Die kan er goed van pas komen. Ziezo, het rioolrooster is uit de weg. Ik zal ervoor zorgen dat Le Coq Relac een mooi pak krijgt in het Spionnennoord Hotel. Je gaat de pijp uit, Le Coq Relac. Wat? Jij weer? Ik ben je eeuwig dankbaar omdat je Napoleon Le Coq Relac gevangen hebt, Spy Fox. Ik heb veel hulp gehad, baas. Ah ja, ik schenk je het plechtige gouden kindvriendelijke bekrachtigde verheven certificaat van uitmuntendheid. Bedankt, baas, maar ik heb gewoon mijn plicht gedaan. Hij is een vos, hij is super cool. Zijn opdrachten zijn toch geheim. Schurken en boeven verpesten de boel. Maar Spy Fox die krijgt hen wel klein. In tijden van onheil en onzekerheid. Van overal komt dan het kwaad. Is er een vos die ons daarvan bevrijdt? Heb je een probleem? Hij weet raad. Spy Fox! Elke misdaad verdwijnt zoals sneeuw voor de zon waar hij komt. Spy Fox! Dat is de vos met de gadget, zo vindt hij het van iedereen. Spy Fox! Dus vlucht en verstop jullie boeven, want hij komt eraan. Hier is Spy Fox! Spy Fox!